Het was druk in de kantine van de korfbalvereniging in Rittem. Gisteravond werd daar een bewonersbijeenkomst gehouden over de explosie op het strand van afgelopen vrijdag. De inwoners werden bijgepraat door burgemeester Roep van de gemeente Vlissingen. Roep zei dat de veiligheid van de Zeeuwen niet te garanderen is. We leven in een raar land op het ogenblik en het blijkt dat het hier dus ook kan. En dat is extra zorgelijk en daar moeten we waakzaam voor zijn. Ja, ik denk wel dat het nog veilig is in Rittem. Ik denk gewoon dat je met gezond verstand op bepaalde plaatsen 's nachts niet meer komen als het donker is. Laat dat maar aan de mensen over die daar zich thuis voelen. Ik voel me heel veilig hier zo. Ja, ja. Maar er zijn omstandigheden dat ik zeg van ja, goh, misschien wat meer politie. Ja. Komende vrijdag moet er meer duidelijkheid zijn over hoe het caisson is ontploft. Goes en Veren krijgen waarschijnlijk snel een groot deel terug van het geld dat ze op de failliete IJslandse bank Landsbankie hadden staan. De bank zegt bijna genoeg geld te hebben om de zogeheten preferente schuldeisers, waaronder de twee Zeeuwse gemeenten, terug te betalen. Of het geld ook echt snel komt, hangt af van de IJslandse Hoge Raad. Grote banken en aandeelhouders hebben geprotesteerd tegen de aanwijzing van preferente schuldeisers. Daar doet de raad begin volgende maand uitspraak over. Veren heeft 3 miljoen euro tegoed van Landsbankie, Goes 12 miljoen euro. En dan nu, Zeeland in de media. Ook vandaag besteden vrijwel alle kranten weer aandacht aan het onderzoek naar de Rittemse explosie. Trouw sprak over de kwestie met veiligheidsexpert Michiel De Weger. Die meent dat criminelen in de weer zijn geweest met dynamiet of een kneepbom. De Telegraaf daarentegen, die uitpakt met een grote foto van het onderzoek, citeert de Rittemse camping-eigenaar Jozef Waal, die er een andere theorie op nahoudt. Waal spreekt van knoeiers. Het Algemeen Dagblad besteedt daarnaast ook kort aandacht aan de Nederlandse oestervereniging. Die hoopt op een structurele toevoer van zoet water in de Oosterschelde. Daar groeien de schelpdieren beter van. En ook in het AD, de vuurtoren in Breskens. De oudste in zijn soort in Nederland. Dooft op 3 oktober definitief. De toren heeft geen nautische functie meer.